Hallo allemaal, ik ging net beginnen met het editen van deze video. En toen bedacht ik me dat ik nog helemaal geen intro heb opgenomen. Ben ik totaal vergeten. Dus bij deze, hi, dit is de intro. Als jij, net zoals ik, bent vergeten waar we gebleven waren vorige keer, hier is een recap van de vorige huisvlog. De juiste wasmachine. Yay. Kijk even hoe mooi de vloer is. We hebben internet, we hebben wifi. Yeah, wiskunde. We gaan nu terug naar de IKEA om de bank op te halen. Mijn regenboog is af. Check mijn regenboog. Nice. Weet je het weer? Weet je het weer? Weet je het weer? Ik niet namelijk. Ik ben het echt totaal vergeten. Ik ga het straks zien. We gaan verder met het slopen van mijn oude kamer, zo'n beetje. Nou ja, slopen niet. Gewoon inpakken eigenlijk. Afbreken. Ja, dat ongeveer. Het moment is daar. Alles wordt afgebroken. Nou, hier staat mijn computer. Hier zijn mijn schermen. En de ringlight. Alles is uit die kast. In verhuisdozen. En alle andere meuk. Alle toetsenborden en dat soort dingen. Zitten ook allemaal in de dozen. Oplaadtouwtjes. Heel veel adapters. Touwtjes. Oplaadtouwtjes. Zo noem je het. Oké, whatever. Touwtje. Touwtje. I don't care. Touwtje. Keep going. Oké, touwtje. Oké, dat voelt raar. Dit ziet er niet uit. Ah, weird. Jee, al mijn plantjes zijn verhuisd. Ik heb hier paars dicht, trouwens. Of het kan elke kleur zijn die ik wil. Yeah. Heel blij dat we die laders eruit hebben gehaald. Oh, goor. Oh, ranzig. Ja, dat lag allemaal onder mijn bed. Samen met nog allemaal lege zakken. Snoep. Random dingen. Bleh. Als het goed is, kan ik vanavond streamen. Dat is het doel tenminste. Maar dan moeten we eerst de hele setup in elkaar zetten. We hebben hier in de slaapkamer zojuist het bed neergezet. Yeah. Dit was echt moeilijker dan gedacht. Hier waren 3 mensen voor nodig. Maar hij staat in elkaar. Mijn mooie bokspring. Hij lijkt een stuk kleiner wanneer hij in een grotere kamer staat. Klinkt heel logisch, maar ik wist niet dat mijn bed zo klein was. Ja, of we kunnen doen alsof mijn slaapkamer gewoon heel groot is. Ja, kijk, wow. Ja, kijk hoe groot mijn slaapkamer is. Ik sta vast. Wow. Nou, de stream setup staat. Deze kast is versierd voor nu. En we hebben gordijnen opgehangen. Tadaa. En dat houdt ook heel veel echo tegen. Dit klinkt al veel beter. 3 hours later. Hallo, daar zijn we dan. De nieuwe studio. Dit is nog niet hoe het er definitief uit gaat zien. Maar we zijn hier wel. Mijn hele setup is hier. Mijn bureau staat er. I mean, we zijn een half uurtje te laat met streamen. Maar we zijn er. We gaan lekker een spelletje spelen. Oh ja, jongens. Ik heb dus een speciale RGB-lamp. Kijk, ik heb zo'n app. Oh, hij is niet geconnect. Hallo. Oh jawel, hij is geconnect. Oké, kijk. Daar gaat hij. Auw. Waarom is dit zo moeilijk? Het gaat niet goed. Oh, sta erop. Auw. Auw. Waarom lukt het me niet? Ik ga het niet halen. Auw. 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 Dit was echt leuk. Bye bye. Het is de volgende dag. En gisteravond ben ik voor het eerst live geweest. Nu staat van... En het programma open, want ik de video is laat. De zaterdag video is laat. Maar anyways, we hebben hier voor het eerst geslapen dus. En het was oké. Eén klein probleempje.
We hebben geen gordijnen. Dus we hebben geslapen zonder gordijnen. Ja, ik was heel vroeg wakker vanwege het zonlicht. Maar daar kan ik best goed tegen, want ik val gewoon weer opnieuw in slaap. Dus weet je, ik heb gewoon geslapen. Maar verder heb ik wel hoofdpijn. Ik had gisteravond ook echt al een knallende koppijn. En dat is ook waarom ik de video niet af heb gemaakt. Maar ja, vandaar dat ik hier nu aan het editen ben. En ik heb net gedoucht. De douche. Eerste keer gedoucht hier. Hij is oké. Ja, hij doet het. Jesse is nu onderweg zijn stream setup te halen. Want... Ja, hij heeft al een beetje stofgezogen. Het komt dan hier. Maar ja, dat duurt nog wel even, want hij moet een heel bureau meenemen en een tv. Ja, dan kunnen we tv kijken in plaats van op de beamer dingen kijken. Dit is ook zo onhandig, want de bank staat zo natuurlijk. Maar de beamer kan weer niet op een blaarse muur projecteren. Dus nu hebben we daar gezeten om naar de beamer te kijken. Dat was het. En vandaag gaat mijn vader mijn kleding brengen. Kan ik mijn kledingkast vullen. En verder moet ik ook gewoon deze verhuisdozen uitpakken. En een beetje organiseren en weet ik veel wat. Er is altijd wel iets te doen. Oké, ik wist dat ik veel kleding had. Maar... ik zit het nu in mijn kledingkast te doen. Het gaat niet passen. Sowieso niet, omdat we geen roede hebben aan die kant. Dus ik kan alleen maar hier hangen. En verder, ja, laadjes volstoppen of zo. Zelfs als die roede er hangt, weet ik niet zeker of het wel gaat passen. We zullen het zien. Ik ga gewoon mijn best doen en dan kijken we wat er overblijft. Kijk eens wie zijn setup heeft laten werken. Oeh, die staat. Net zoals deze kast hier en een heleboel andere dingen. En we zitten tussen de knuffels op de bank. We gaan zo weer naar bed. Ik heb trouwens al mijn kleding in mijn kast weten te dumpen. Yeah, hij zit nu echt propvol. Vooral aan deze kant. Hier, kijk dan hoeveel hier hangt. En die laders zitten ook allemaal vol. Kijk eens naar mijn sieradenla. Die zit ook echt super vol. Hier zijn ook al mijn broekkettingen. Hier heb ik al mijn ringetjes gedumpt. Ik vind het zoveel fijner. Jullie willen niet weten waar ik het eerst in had liggen. Ik had eerst al mijn sieraden, dat is dus dit en dit, in deze tissuedoos. Dat is nasty en irritant. Hij valt al uit elkaar, maar nu heb ik gewoon een volledige la waarin het gesorteerd is. Zo handig. In deze andere kast hangt nog geen kledingroede, dus ik heb het hier gedumpt. Ja. Ik hou maar de helft in beslag van dit broekhangsysteem. Alright, weten jullie nog dat ik zei dat we hier in de slaapkamer geen gordijn hebben hangen? We hebben nog steeds geen gordijnrails, maar... ik heb zojuist met tape het gordijn op zitten hangen. Huh. Dus nu word ik hopelijk niet om 5 uur 's ochtends wakker gemaakt door de zon. Maar we hebben sowieso ook veel meer privacy zo. Dat voelt al... een stuk fijner. Thanks. Nice. Oké, nu nog hopen dat het niet naar beneden valt terwijl we aan het slapen zijn. Want dat zou awkward zijn. Maar ik heb wel vertrouwen in. Het is goede tape en ik heb heel veel geplakt. Dus we gaan het zien. Of niet. Waarschijnlijk slaap ik er doorheen als het gebeurt. Maar oké. Het is alweer maandag. En Jesse en ik zijn allebei hartstikke moe. Vandaag hebben we uitgeslapen. En we zijn van plan om... niet al te veel te doen vandaag, want jeetje, we hebben al 2 weken lang alleen maar zitten verbouwen en zitten verhuizen. En het is veel. En het is vermoeiend. Vooral voor een stel introverten, waarbij je ook bij het verhuizen alleen maar moet socialiseren, omdat je niet alleen met z'n tweeën kan, is dat een extra factor dat vermoeiend is. Maar het was leuk, maar nu ben ik moe. Ik heb een pauze nodig. Wat is de laatste keer dat ik heb gefilmd? Oh ja, Jesse heeft de tv-meubel opgehangen. En de tv! Yay! Oh, hij moet zijn console collectie laten zien. Oh my god, wat heb je nog weer? Oh, sheesh. Wat een nerd. Doe die mails dus open. Kan niet. Kan niet. Oh ja, Jesse's setup staat redelijk. Bijna volledig. Yeah. En hij heeft mijn kast overgenomen die ik eerst in mijn slaapgedeelte had. En hij zit er nu allemaal nerdy dingetjes in te doen. Hij is nog niet helemaal vol, maar
Deze kast stond dus in mijn slaapkamer. En nu staat hij hier. En ik heb in mijn studio een beetje laadjes zitten uitruimen van mijn vorige kamer. En ze zit inruimen in de studio nu. En ik heb halverwege een beetje opgegeven omdat het zoveel rotzooi is. Ik heb zoveel dingen die ik niet meer gebruik of die ik niet meer draag. Kijk, ik heb daar een heel laadje met sieraden. Die gebruik ik nooit. Of ik weet niet waar ik het moet laten. Ik probeer het hier allemaal georganiseerd in laadjes en kastjes te doen. Maar het is zoveel. En dan moet ik eigenlijk ook weer dingen gaan wegdoen. Maar daar heb ik ook weer geen zin in. Dus toen liep ik vast. En nu ziet het er zo uit. Oh, en in de slaapkamer hebben we ook een extra kast neergezet. Die in Jessie's kamer stond. Kijk. Dus nu wordt dit gewoon Jessie's kast. En wordt dit mijn kast. Wat handig is, want ik heb nu een extra la. Want deze had ik speciaal vrijgehouden voor Jessie. Jij dacht echt dat al mijn kleding in die ene la ging. Ja. You're crazy. Ja. Oh ja, nog een plantjes-update. Kijk eens. Meer paarse bloemetjes. Yeah. En voor mijn verjaardag heb ik ook nog een vleesetende plant gekregen. Maar blijkbaar zijn die best wel lastig om voor te zorgen. Dus die staat buiten met regenwater en zoveel mogelijk zonlicht. Ik heb zojuist een dode vlieg in mijn keuken gevonden. Dus die ga ik aan hem voeren. Ik denk dat ik hem in die grote ga doen. Nee! Wee, wacht. Wacht, dat doe ik nog eens. Oké. Ik heb hem weer te pakken gekregen. Bye. Zet hij erin? Kun je hem zien? Hallo? Oh, ja, daar zit hij. Nou. Eet smakelijk. We zijn druk bezig met het doen van volwassen dingen. We hebben net boodschappen gedaan als volwassenen. Weet je wel. En nu zitten we te koken als volwassenen. En ik zit soep te maken. Ik begin lekker makkelijk, oké? Ik kan 10 soorten pasta recepten maken. Maar like verder, daarnaast, kan ik niet zoveel. En Jessie zit balletjes te draaien. Yeah. We gaan de goudballetjes. Oei, 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 oei. Okay. Nou, ja, daar liggen ze. Koken. Als er mensen zijn in de comments die kunnen koken, tips. Oh ja, ten eerste, please, geen oordeel. En ten tweede, alsjeblieft, laat wat tips achter. Ik zit al de soep weer op te warmen om mijn derde bakje soep te pakken. Dus, het is goede soep geslaagd. Alleen zijn de ballen nogal smakeloos. Omdat er geen kruiden in zitten. Ik heb ook bijna geen kruiden in huis. Nog niet. Maar ik weet ook niet welke kruiden ik in huis moet nemen. Want ik kook nooit. En intussen zit Jessie zijn eerste stream te doen. Na 2 weken. Want zijn setup is klaar. En hij heeft een hele mooie achtergrond. In elkaar gezet. What are you doing? I'm putting you in the vlog. Oh, okay, cool. I'm in the vlog, boys. I did it. Now you're all in the vlog too. Hallo chat. Hallo chat, you're in the vlog. Dit is dus hoe zijn achtergrond eruit ziet en dit is hoe de rest van de woonkamer eruit ziet. Hey, this is an English stream. You can't be talking Dutch here. Oh, it's a Dutch vlog. Maar ja, ik ga dus mijn derde bakje soep pakken. En ik ga eindelijk het nieuwe seizoen van Stranger Things kijken. Want ik kon gisteren eindelijk de rest van The Umbrella Academy afkijken. En nu kan ik ook eindelijk deel 2 van het vierde seizoen kijken van Stranger Things. Alleen ben ik een beetje nerveus, want ik hoorde mensen echt helemaal depressief worden van het tweede deel. Ja, ik ben dus bij de allerlaatste aflevering van Stranger Things en ik heb besloten om hem niet te kijken en naar bed te gaan. Niemand sterft als ik gewoon niet kijk. Right? Right? Nee, we hebben geen soep meer. Ha, just kidding. Dit zijn de laatste 2 bakjes. Soep als ontbijt. Yeah. Ik ga zo mijn vlog afsluiten, maar ik wil even laten zien. We zijn langzaam aan het opruimen. Met tegenzin pakken we elke keer
weer een nieuwe doos. En dan halen we de spullen eruit. En dan moeten we bedenken of we het weggooien. Of dat we het ergens opbergen. En waar we het gaan opbergen. En al die dingen. Je weet niet hoeveel spullen je hebt zodra je gaat verhuizen. Maar we wonen er nu wel. Want we slapen hier. En we eten hier. En nou ja, werken gaat nog niet helemaal. Want mijn studio is nog een beetje leeg. Maar ik kan wel editen. En met mijn telefoon filmen. Woo! Maar ja, dat was dan weer deze week. Ik heb weer het gevoel alsof ik helemaal niks heb gedaan. Maar dat is niet waar. Want we wonen er nu wel. Het is alleen nog steeds een bende. Vond je deze video leuk? Geef dan eventjes een duimpje omhoog. Volg me op mijn live kanaal, Kitta Live. Ik ga nog steeds elke vrijdag om 7:30 live. Volg me dan ook eventjes op mijn andere social media. En check mijn merchandise en mijn webshop. Alle links staan in de beschrijving onder deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!